de Anansi-verhaal, Konimang Anansi, een stapel in de Surinaamse opvoeding. Vandaag praten we met Ivan Kedoggum, die heeft gewerkt aan een aantal series van Anansi-verhalen om ze te herschrijven, maar ook een animatiefilm die heel binnenkort te zien zal zijn via onze zenders. Blijft u kijken. Dank u wel, meneer Ivan, dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Ja. Hoe gaat het met u? Goed. Fantastisch, want ja, ik ben weer in mijn vaderland. En dat is natuurlijk een ontzettend lekker gevoel om weer in Suriname te zijn. Ja, en als u, vooral als u met Anansi komt, dan is het altijd wel leuk om u te hebben. Voordat we daarover gaan praten, wil ik weten wie is Ivan en wat doet u allemaal? Nou, Ivan is 47 jaar bijna. Op mijn derde ben ik vanuit Suriname naar Nederland gegaan. Ik heb 7 kinderen, ik ben ondernemer en ik ben schrijver van de kinderboeken Anansi de Spin. Ik moet zeggen, ik heb ze niet geschreven, maar eigenlijk herschreven. Mm-hmm. Hè, zoals dat hoort, een goed Anansi verhaal, dat geef je door. Hè. Ik was erbij, hè. Dus dat geef je door en het maak je eigen. Dus dat heb ik ook gedaan met een vormgeving die past bij deze tijd, de tijd van kinderen die het toch misschien een beetje spannend zouden vinden, de oude Anansi-vormgeving. Dus dat hebben we aangepast en een verhaallijn aangepast. Mm-hmm. En dat doe ik nu sinds, even kijken, 2020 ben ik eigenlijk auteur van de boeken. En dat gaat heel erg goed. In Nederland gaat het echt onwijs goed. Ja, ik kan me voorstellen. Anansi is altijd een spannend verhaal. Je hoort het echt gewoon vanaf je klein bent. Ja. Maar waarom bent u overgegaan tot het herschrijven van de Anansi-verhalen? Ja, nou, dat komt eigenlijk omdat ik ook in het onderwijs zit in Nederland. En voornamelijk in Zuidoost, in de Bijlmer, waar 99% van de populatie of Surinaams of Afrikaans of Antilliaans is. En de kinderen die kenden Anansi niet. Want ik vroeg dan van, joh, kennen jullie Anansi? En heel veel kinderen kenden het niet. Veel ouders die hadden wel zoiets, ja, ik ken het wel, maar ik weet niet meer precies hoe of wat. Ja, en dat vond ik heel erg, want Anansi-verhalen, dat zijn natuurlijk verhalen die heel belangrijk en eigenlijk verankerd liggen in de diaspora van onze cultuur, maar ook waar we vandaan komen, hè? West-Afrika, de meeste mensen. Dus, maar die weten dat niet meer. En als je cultuur, als je verhalen, je muziek, je eten, als dat in de vergetelheid raakt, dan raak je eigenlijk een stuk van je identiteit kwijt. En dat heeft mij onder andere doen besluiten om dat op te pakken. Ja, we gaan gelijk springen op hetgeen je gezegd heeft. Een deel van je identiteit kwijtraken. Anansi is eigenlijk een stapel in de Surinaamse samenleving. Ja, toch? Hoe belangrijk vindt u het dat u deze boek herschrijft en het weer terugbrengt naar de kinderen toe van deze generatie? Ja, nou, ik vind het heel belangrijk dat deze generatie kinderen ook weer in aanraking komen met de Anansi-verhalen. Want de Anansi-verhalen zijn, los van dat ze heel leuk zijn, grappig zijn, zit er ook een goed moraal in. Hè? Er zit altijd een levens les zit erin. Anansi is een held, maar ook een anti-held. Dus dat is voor kinderen heel mooi om op die manier te leren. Want kinderen maken natuurlijk ook fouten, want dat hoort bij je ontwikkeling. En zo kunnen ze zich goed identificeren met Anansi. Maar dat geeft een ouder of een leerkracht of een verzorger, geeft middels deze verhalen ook de mogelijkheid om normen en waarden bij te brengen aan de kinderen. Dus ik vind het heel belangrijk dat dit weer terugkomt. En je ziet ook, in de geschiedenis zie je ook mensen die de verhalen hebben in leven hebben gehouden. Hè? Bijvoorbeeld oud-minister Verrier. Er zijn ook andere mensen die dat gedaan hebben. En zo heb ik eigenlijk het stokje over mogen nemen. Om het naar de nieuwe generatie te brengen. Ja, in ons zorggesprek hadden we het over dat het geplaatst kan worden onder cultureel erfgoed. Ja, zeker. En waarom denkt u dat het wel belangrijk is om daaraan vast te houden? Nou, nogmaals, als je cultuur, hè, als elementen uit je cultuur, in dit geval verhalen, hè, storytelling, orale overbrenging van verhalen, wat echt belangrijk is, wat eigenlijk de tot slaaf gemaakte
een hart onder de riem stak. Want dat zijn eigenlijk de enige, het enige wat ze mee konden nemen vanuit West-Afrika. Ze moesten alles achterlaten, maar hun verhalen, hun Anansi-verhalen namen ze mee om elkaar daar te empoweren, om de onderdrukker belachelijk te maken. Dus het was essentieel voor de mensen dat ze hun verhalen hadden. Als je dat stukje niet overgeeft aan de kinderen, hè, dan is het, dan gaat eigenlijk je eigen identiteit gaat verloren. En ik denk dat het belangrijk is om dat door te geven. Niet alleen aan de kinderen van onze, die dezelfde kleur als wij hebben. Maar ook, vooral ook aan kinderen, witte kinderen, alle kinderen. Zodat kinderen ook weten van oké, hoe het ging, maar ook hoe je met elkaar omgaat. Want het is ook, zijn ook eigenlijk een beetje burgerschapslessen. Ja, deze boeken zijn ook te verkrijgen in Nederland, uiteraard. Zeker, ja. En hoe heeft Nederland gereageerd op het verhaal van Anansi de Spin? Ja. Nou, hoe Nederland heeft gereageerd, ik kan niet anders zeggen dat ze geweldig hebben gereageerd. Ik ben hier in 2020 mee begonnen, ofthans, toen is het eerste boek verschenen. Ik moet je zeggen, ik ging naar een uitgever en die hebben echt een hele goede uitgever, Godmer. Die hebben meteen heel positief gereageerd. Waarom? Omdat ik ook, of toentertijd zaten we ook in de fase van Black Lives Matter, Kick Out Zwarte Piet. Dus het waren allemaal bewegingen die er ook voor zorgden dat de zwarte identiteit ook een plek mocht hebben. Ja. En ook heel veel bedrijven waren op zoek naar zulke soort initiatieven. Dus ik kwam op het juiste moment. Ja. Dus de timing was goed. Eerlijk is eerlijk. De vormgeving was goed. Mm-hmm. Ik kan heel goed overtuigen. Ja. Dat is ook niet geheel onbelangrijk. Mm-hmm. Dus de uitgever heeft fantastisch gereageerd. Maar ook de omroep. Want we hebben daar ook een animatieserie van. Die hebben ons ook meteen vanaf het begin af aan ondersteund. En nu hebben we een fantastische animatieserie die binnenkort ook in Suriname te zien is. Ja, en natuurlijk via onze zenders ook. Zeker, dat is het belangrijkste zeker, vooral. Zeker. U heeft aangegeven, jullie kwamen inderdaad, 2020 was inderdaad de periode van de Black Lives Matter, zoals u zegt. Dus het was echt good timing. Ja. Hoe zag uw eerste, of hoe ziet uw eerste Anansi boekenreu, de eerste die u heeft uitgebracht? Nou, dat is deze die ik heb. Dat was het bekendste verhaal eigenlijk. Anansi, de spin en de gulzige tijger. Mm-hmm. Dat eigenlijk is het verhaal Anansi bereidt tijger. Hè? Dat hij zegt van ja, ik zal tijger bereiden. Ja. Ik heb er de gulzige tijger van gemaakt. Dit is mijn eerste boek. Misschien is het leuk om een stukje eruit voor te lezen. Ja, dat mag zeker. Okay. Dat mag zal ik zeker. Dat doen? Okay. Ja, u mag dat doen. Want zoals het gaat bij Anansi-verhalen, en dat is wel heel leuk. Tegenwoordig geef ik ook workshops theater voorlezen. En dat is eigenlijk naar aanleiding van deze Anansi-verhalen. Want een Anansi-verhaal lees je niet voor. Je draagt hem voor met stemmetjes, met dingetjes. Dus je dikt het aan, je maakt een lekker spanningsboogje in en zo. Hoe het eigenlijk in de West-Afrikaanse en in de Surinaamse cultuur verteld werd. Want dat, er waren toen geen boeken, maar het werd echt verteld. Dus dat probeer ik aan te houden. En veel leerkrachten die vragen me dan van ja, kan je ons dat ook niet leren? Dus die theatrale storytelling, dat begint nu ook een ding te worden. Want ja, het gaat eigenlijk om leesplezier. Ja, precies. Dus op het moment dat je met plezier voorleest, dan gaan de kinderen ademloos naar luisteren. En dan raken ze geïnteresseerd. En zo stimuleer je lezen ook. Precies, precies. Wat ook wel leuk is om te weten, is dat in ieder boek heb ik dit laten zetten. En dat vind ik heel belangrijk. Ik zal het zo meteen even voorlezen, even voor de cameraman, dat hij een shot kan maken. Dit vind ik een ontzettend belangrijk onderdeel en geweten voor de boeken. Ik zal het even voorlezen. Anansi de Spin. Anansi de Spin speelt een hoofdrol in veel West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische sprookjes. Honderden jaren geleden werden in Afrika mensen tot slaaf gemaakt. Zij moesten alles achterlaten, maar namen de verhalen over de slimme spin mee. Zo reisden de sprookjes naar Suriname, de Cariben en uiteindelijk naar jou. Dus dat is iets waardoor ik alle kinderen en de mensen die de boeken kopen even bewust wil laten maken van oké, waar komt dit vandaan? Dus een stukje heritage. Ja. En dan gaan we lekker voorlezen. Yes.
Dus Anansi de spin en de gulzige tijger. Op een vroege ochtend staat Anansi voor zijn koelkast. Op zoek naar een lekker ontbijtje. Maar wat is dit? De koelkast is leeg. Er ligt alleen een stinkend rot ei in de koelkast. En gisteren zat de koelkast nog chockvol met lekkere dingen. Wie heeft mijn eten gestolen? Roept Anansi uit. In zijn woonkamer vindt hij een aangevreten maïskolf. Op de veranda ligt een afgekloven mangopit. En op het erf ziet Anansi pootafdrukken in het zand. Buiten zitten konijn, schildpad, aap en haan te mopperen onder de grote kalabasboom. Ik heb alleen dit aangevreten stukje sla over, zegt konijn beteuterd. En ik deze pompoenmoes, voegt schildpad eraan toe. Ik vond een pootafdruk op mijn erf, zegt aap. Die kan alleen van tijger zijn. Ik ook, blakkelijke, roept haar. Het waren reusachtige afdrukken in het zand. Dit pikken wij niet, roept schildpad heldhaftig. We moeten die tijger een lesje leren. Ja, maar vriend schildpad, wat kunnen wij kleintjes doen tegen zo'n grote gevaarlijke tijger? Vraagt haan bang. Wat als hij nog honger heeft en terugkomt? Wat als hij zijn scherpe tanden dan in ons zet? Anansi hoort het geklaag even aan en zegt dan ernstig, tijger heeft ook mijn koelkast leeggegeten op één rot ei na. Maar ik, Anansi, de slimme spin, zal hem een lesje leren. Ah, brult van het lachen. Jij bent maar een kleine spin, Anansi. Tijger is zo groot en sterk, hij vreet jou in één hap op. Anansi steekt strijdlustig een poot in de lucht. Vrienden, ik zal tijger niet alleen een lesje leren, maar ik zal hem ook uit ons dorp verjagen. Nou, dat willen we nog wel eens zien, lacht konijn. De dieren praten honderd uit over Anansi's belofte. Zelfs de koning hoort ervan. Hij roept Anansi bij zich in het paleis. Anansi, ik hoor dat je tijger uit ons dorp denkt te verjagen. Hoor. Niet alleen dat, koning. Ik zal hem een lesje leren waar iedereen bij is. Ik, Anansi de spin, klim voor zonsondergang op tijgers rug. En zal hem hier voor uw paleis bereiden, alsof het een mak ezeltje is. De koning barst in lach uit. Jij, de grote machtige tijger, bereiden alsof het een ezeltje is. Wacht maar, zegt Anansi. Als het mij lukt, eet ik vanavond met u mee aan uw koninklijke eettafel. De koning knikt. Afgesproken. Ik sta hier vanavond op mijn balkon, Anansi de spin. En als het jou lukt, dan eten jij en je vrienden hier bij mij in het paleis. Tot zover. Nou, het voert me terug naar mijn kinderjaren. Ik zit nou te wachten. Wat gaat gebeuren? Nee. Het is inderdaad, nee, dit is heel erg spannend. En de manier hoe je het ook hebt voorgedragen. Dank je. En dat is ook wat het is. Hè. Kijk, jij was al aan het lachen als volwassen. Dan kan je nagaan kinderen. Mm-hmm. En zo heb ik het ook geschreven, dat het moet echt plezier brengen. Het moet ook, ze moeten nieuwsgierig worden. Ze moeten meeleven. En dat is ook de manier van voorlezen. Zodat kinderen, ze willen meer en dan beklijft het. Want als je plezier koppelt aan lezen, dan krijgen ze daar een onwijs positieve herinnering aan. Waardoor zij het ook willen. En ik heb ook, het werkt ook andersom. Wat ik ook belangrijk vond, is dat kinderen in Nederland ook meekrijgen, het gevoel meekrijgen, de woorden meekrijgen, die wij hier gebruiken. Mm-hmm. Dus waar de Anansi-verhalen vandaan komen. Dus dat het twee kanten opgaat. Hè? Ja. Dat het twee kanten, die integratie twee kanten opgaat. Bijvoorbeeld, ik schrijf hier over een erf in Nederland. Kennen kinderen dat woord niet? Ja, op het boerenland weten ze wat een erf is. Maar over het algemeen wordt dat niet zo gebruikt, een erf. Dus daar heb ik bewust voor gekozen om dat zulke soort woorden te gebruiken. In een van mijn boeken draagt schildpad ook de spullen op het hoofd. Ja, dus hij heeft allemaal vaatspullen, draagt die op het hoofd. Ja, dat kennen wij in Nederland natuurlijk niet. Maar hier in de stad zien we dat nog dagelijks. En zo wil ik eigenlijk dat ook kinderen in Nederland nieuwsgierig worden en vragen gaan stellen van hey, maar waarom draagt schildpad op het hoofd? Zodat er een gesprek op gang komt. Ja. En nu is er ook Anansi de serie. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Well! Het is een geweldige serie. Ik ben er echt ontzettend trots op. We hebben het gemaakt met KRO en NCRV op de NPO. Dus dat is de nationale broadcaster in Nederland. Zeer hoogkwalitatieve serie is het geworden. 15 afleveringen. En het leuke is, van alle boeken die ik geschreven heb, de zesde komt eraan in juni, daar is ook een animatieserie van. Dus daar is ook een animatie van een aflevering. Ja, het is een mooie serie. 8 minuten duurt het. Met een topcast. We hebben echt een topcast waar ik onwijs trots op ben. Ook weer bewust gekozen voor de stemmen. Mm-hmm. Dat het een goede afspiegeling is van de heritage ook. Dus ja. We hebben bijvoorbeeld Roewe Verveer. Hier ook wel bekend. Yeah. Is Schildpad. Jetty Maturin doet mee. Dus we hebben een onwijs mooie serie. En ik denk dat de kinderen dit echt heel geweldig gaan vinden. En binnenkort bij jullie dus op de zender. Ja, ik kijk er zelfs ook naar uit. Ja. Dus dat wordt natuurlijk heel erg spannend. Wat mogen we nog meer verwachten van u? Zeker van het jaar en gewoon in de komende periode. Ja, nou ja, ik ben nu hier voor het lesmateriaal. Hè. Minister Ori heeft afgelopen vrijdag het eerste lespakket van Anansi de Spin. Anansi in de klas in ontvangst genomen. Mm-hmm. Samen met het ministerie en nog een aantal andere partners van ons gaan we komend jaar gaan we het lesmateriaal uitrollen. Ik ben trots om te zeggen dat 100% van de scholen in Suriname daar mee gaan werken. De basisscholen overigens. Het komt in het curriculum, of het zit al in het curriculum. Dus dat is, vond ik een heel belangrijk moment. Het is echt ook een mijlpaal voor ons. Daarnaast zijn we bezig in Nederland met een tweede serie van Anansi. En we zijn bezig met een bioscoopfilm. Dus over 2 jaar komt er een mooie bioscoopfilm van Anansi de Spin. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben nu met mijn 6e boek bezig. Die komt in juni uit. We hebben een theatervoorstelling die ontzettend goed loopt in Nederland. Echt van Groningen tot aan Maastricht verkopen we uit. We hebben al 80 keer gespeeld. Hè. Dus 80 keer is het al geboekt vanaf 1 juli. Was het. Dus dat gaat echt heel erg goed. Dus ja, en we hebben de knuffeltjes hè, van Anansi. We hebben merch van Anansi. Dus het begint een beetje een Anansi-imperium te worden. Ja, Anansi zal heel binnenkort echt de grote celebrity zijn. Ik denk het wel. Ik vooral denk, ook in Suriname. Ja, terecht precies. Ook. Ja. Nee, we kijken natuurlijk uit naar de projecten. Ja. En natuurlijk hopen we ook dat u altijd nog even hier stopt om de informatie te delen Zeker. Met de samenleving. Zeker. Heeft u nog een boodschap die u wilt delen met de kijkers? Nou ja, wat ik heel erg belangrijk vind, maar ook leuk vind, is het stimuleren van het lezen. Ik ben zelf, ik ben dyslectisch, dus ik had altijd moeite met lezen. Dat is er later pas uitgekomen dat ik dyslectisch ben. Ik werd thuis niet altijd voorgelezen, bijna niet. Maar ik heb zelf 7 kinderen en ik heb ze altijd voorgelezen, iedere dag. En je merkt gewoon dat het goed is voor hun woordenschat, voor het beargumenteren van dingen. Ze komen beter uit hun woorden, ze kunnen beter met hun emoties omgaan. Dus lezen is heel erg belangrijk. Alleen probeer het alsjeblieft wel, ouders, probeer het wel zo te doen dat als je een kind niet dwingt. Want dat heb ik wel ervaren. En dan gaat een kind een aversie krijgen tegen lezen. Dus probeer het op een leuke manier te doen. Beter elke dag 5 minuten iets lezen dan een half uur moeten lezen. Ja. Dus probeer het kind ook uit te dagen. Lees zelf ook voor. En ik snap, het leven is soms een beetje moeilijk. Je bent moe, je komt van je werk. Je denkt, laat me maar proberen toch iedere dag iets voor te lezen aan je kind. En doe het met plezier, want dat is echt belangrijk voor onze kinderen. Vandaar dat het ministerie ook het lesmateriaal ontzettend omarmt. Omdat het lesmateriaal wat we gemaakt hebben, dat stoelt eigenlijk op leesplezier. En het stoelt op normen, waarden, burgerschap. En dat zijn allemaal dingen die je door kunt geven door middel van boeken lezen, voorlezen. En ja,
het moet wel gewoon leuk zijn. Dus maak er gewoon een feestje van. Yes, nou, we hadden een feestje zo net hier. Daar heeft u voorgelezen. En ik wil u bedanken dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Ja, graag gedaan. We kijken uit naar de mooie projecten en we wensen u heel veel succes toe. Dank u wel en fijn dat ik bij je mag zijn. Thank you. En met deze woorden van meneer Ivan Kedoggum zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel. U blijft natuurlijk kijken, want mijn collega Sifra Goudlaan heeft een tweede deel voor u. Meneer Pinas, welkom in ons programma In Gesprek Met. Dankjewel. Alvorens ik met de deur in huis val om naar het onderwerp van de dag te gaan, maar ik ervan om eerst een beetje, weet je toch, ijs te breken om te vragen wie is Virgil Pinas precies? Ja, Virgil Pinas is een, als ik het moet zeggen, zelf moet zeggen, een zeer gedreven jonge Surinamer die zich inzet op verschillende gebieden. Ik ben ook een fanatieke sporter. Een paar jaren in de top gevoetbald, zaalvoetbald en nu sinds kort doe ik aan bodybuilding. Dus dat is het op sportgebied. In mijn zakelijke carrière, nu ben ik werkzaam als manager Business Innovation and Development bij Telesuur. En onlangs gekozen als voorzitter van de ICT Associatie. Dus ik denk dat die combinatie heel ideaal is voor de zaken waar ik me aan toe wil wijden. Helemaal. En gesproken over de ICT Associatie. Het is een organisatie die de afgelopen jaren iets bekender werd, maar toch niet zo bekend, vooral als niet veel mensen zich ermee bezighouden. Kunt u dan ons een beetje uitleggen wat precies de ICT Associatie van Suriname precies is? Ja, de associatie is eigenlijk een samenbundeling van ICT experts binnen Suriname in de vorm van bedrijven die zich aanmelden. En wat er dan gebeurt is dat deze organisatie eigenlijk probeert ICT-ontwikkeling in Suriname te versnellen en te faciliteren. We willen namelijk als organisatie de kern zijn van de digitale economie in Suriname. Dus daar zetten we ons in. Door het uitvoeren van projectactiviteiten, maar ook strategische partnerschappen aangaan met organisaties, maar ook commissies vanuit de overheid waar wij onze bijdrage kunnen leveren in de vorm van expertise. Dus dat is eigenlijk waar de organisatie voor staat. En helemaal met je eens, in de afgelopen jaren hebben we steeds meer zichtbaarheid gekregen als organisatie. U heeft het daarnet over om de ontwikkeling een beetje te volgen naar uw bescheiden mening. Ook in uw functie werkende bij Telesuur. Hoe ziet u de ICT-ontwikkelingen van Suriname zelf? Zijn we op het juiste spoor, goede spoor? Zijn mensen wel bewust van het ICT-gebeuren? Ja, ik denk dat er de bewustzijn die komt. Het is nog niet waar het wezen moet. Ik heb ook kunnen constateren dat we op ICT-gebied een enorme achterstand hebben in vergelijking met de rest van de wereld. Maar desondanks denk ik dat als we samenwerken en samen inspanningen gaan verrichten op dat gebied, we een grote inhaalslag kunnen maken. Niet stapsgewijs, maar ICT geeft ons de mogelijkheid om met grote sprongen vooruit te komen. En wat belangrijk is, en dat wil ik ook benadrukken, is dat ICT veelal door veel bedrijven wordt gezien als een doel. Toch, we willen ICT hebben omdat het zo leuk is, iedereen praat erover. Maar ICT is eigenlijk een middel om groei te realiseren. En die benadering moeten we ook hebben, vooral in Suriname, om ICT in te zetten in verschillende sectoren. Dus niet alleen op telecomgebied, maar in alle sectoren ICT inzetten om die ontwikkeling te gaan stimuleren, zodat we die achterstand die we hebben kunnen gaan inlopen. Er zijn een groep mensen die dat ICT gebeuren niet vertrouwen. Er is een andere groep die vindt vanwege de sociaal-economische situatie, dat niet ieder op hetzelfde niveau kan zijn van het ICT gebeuren. Wat vindt u over de twee verdeelde meningen? Nou, ik zal even starten met het laatste. Bij de verkiezingen heb ik ook aangegeven in mijn speech dat we als land een achterstand hebben op de digitale maturity van het land. De digitale volwassenheid van de bevolking is nog niet op het niveau waar het wezen moet. Vandaar dat we ook zeggen dat we gezamenlijk moeten kijken, niet alleen. Er zijn inderdaad wat initiatieven van individuen die proberen op het niveau omhoog te krijgen. Maar je ziet dat die oplossingen die ze dan presenteren niet inclusief genoeg zijn. Dus niet iedereen wordt meegenomen in het traject. De mensen die iets verder zijn ontwikkeld, die kunnen makkelijk mee fietsen. Maar je hebt ook een andere laag van de bevolking die nog huiverig is. Het is nieuw voor ze. Ze vragen zich af wat ook beschermd en beveiligd is.
Dus ook die groep moeten we meenemen. Van laten we zeggen, laten we binnen de organisatie onze best doen om ervoor te zorgen dat we samen die digitale maturity van onze bevolking omhoog kunnen brengen. Dus dat is wat betreft het laatste. En als je kijkt naar de ICT-ontwikkeling, denk dat ook daar de bewustwording zeg maar opgevoerd moet worden. Omdat je merkt ook dat de waardering van IT-talenten in Suriname als land minder is. Waardoor je mensen krijgen die wegtrekken en ze gaan elders werken, toch? Dus het belang van die ICT-ontwikkeling moeten we steeds meer gaan inzien. En natuurlijk staat en valt alles met goed onderwijs, toch? En ook in het onderwijssysteem van ons moeten we gaan kijken hoe we steeds meer ICT-vakken in het curriculum kunnen implementeren, zodat wanneer die talenten zeg maar worden afgeleverd aan de maatschappij, dat ze ready zijn om gelijk in die reden te trainen te stappen. Ja, klopt helemaal. En wat zal daarbij ook de rol zijn vanuit de ICT-associatie zelf? Want dat is wat u aangaf. Het bestuur wordt gevormd door ICT-professionals. En hoe ziet jullie besturingsjaar eruit? Laat me dat eerst vragen. Ja, oké, ik wil alvast starten door aan te geven dat de voorgaande besturen een strategisch document hebben ontwikkeld, Vision 2030. Daar is concreet aangegeven wat we moeten doen als land om te komen op het niveau om eigenlijk mee te kunnen gaan met de rest van de wereld. Dus daar zijn de zaken concreet beschreven. We hebben als associatie ook onze input geleverd voor een National Digital Strategy. Dat is eigenlijk vanuit de overheid, maar vanuit e-gov gefaciliteerd. Dat document is ook ready. Dus nu hebben we eigenlijk twee strategische documenten met informatie waar we eigenlijk als samenleving aan kunnen gaan werken. Alleen zeg ik dat is niet voldoende, je hebt strategie, maar die moet uitgevoerd worden. Dus de randvoorwaarden voor uitvoering, die moeten in place zijn. Toch? En die zijn er in onvoldoende mate in sommige gebieden zelfs niet. Denk meer aan privacywetgeving, wetten die eigenlijk informatie van Surinamers beschermen. Ook, je hebt ook ethische vraagstukken, hoe gaan we daarmee om? Dus wij proberen eigenlijk ook vanuit een stukje policy te kijken, hoe kunnen we meehelpen denken over wetsvoorstellen die door de DNA dan aangenomen kunnen worden, zodat we die randvoorwaarden aan het creëren zijn voor die ontwikkeling in Suriname. Toch? En bedrijven ook steeds meer in de kennis geven, middels summit activiteiten, die bewustwording steeds meer creëren, zodat we eigenlijk het belang gaan inzien en daadwerkelijk de juiste inspanningen plegen om daar te komen waar we willen zijn. Staan andere stakeholders er wel open voor vanuit de ICT-associatie met jullie plannen, wat jullie allemaal willen bereiken? Ja, wel heel erg. Zoals ik al zei, vanuit de organisatie is er een strategisch document, maar ik denk dat de uitvoering per bestuur gaat verschillen. Dus als bestuur gaan wij nu ook wat focusgebieden identificeren. Er zijn een paar die ik al kan benoemen. Eentje van is de digitale transformatie die we willen realiseren in Suriname. Dat bedrijven nu ook gaan denken van hoe moet ik mijn operaties dusdanig inrichten dat ik kan meefietsen in die digitale reis. Dus dat is één. Je hebt ook, ik noemde daarnet ook een stukje wetgeving. Dat moeten we met de overheid afstemmen hoe we dat geïmplementeerd kunnen krijgen. Zaken die bijvoorbeeld heel erg heet zijn op dit moment. Cybersecurity. Iedereen praat daarover en we moeten ons bewust zijn van de gevaren van cybersecurity. Dus daar moeten we ook voor die awareness gaan zorgen. Maar ook, last but not least, ik denk dat een van de grootste en belangrijkste zaken die we nu echt van de grond moeten gaan krijgen, is een goede online mobile payment oplossing. Toch? Die eigenlijk de hele samenleving beslaat. Dus een hele inclusieve oplossing, omdat je iedereen mee wil krijgen. Ik gaf al aan, er zijn wel wat oplossingen op dit moment, maar je hebt een klein deel van de samenleving die daar gebruik van maken, ook vanwege het niveau. Dus we zeggen, nee, laten we kijken naar één goede oplossing die voor ieder werkt. En zo zijn er specifieke focusgebieden waar we ons aan willen committeren in de komende 2 jaren. Ik weet dat het bestuur pas is gekozen, ja. Maar ik weet dat jullie nog niet eens een lijn hebben van wat jullie als eerst willen bewerkstelligen. Maar als je een top 3 of een top 5 kan opnoemen van wat jullie als nieuw bestuur graag willen bewerkstelligen. Ja, 1 gaf al aan, digitale transformatie stimuleren binnen bedrijven, dat is 1. Awareness creëren op het gebied van cybersecurity, dat is 2. Meehelpen denken aan een oplossing voor online mobile payment toepassingen. Dat is echt een belangrijke waar bedrijven echt achteraan zitten. En natuurlijk wetgeving op het gebied van ICT, dat we proberen om
ook binnen de DNA dat soort dingen door te drukken. Over je derde punt, e-payments en zo. Er is toch een hele groep die dat niet echt vertrouwt. Want het is meer de millennials, Gen Z groep, die er heel makkelijker mee weten te werken. Maar de groep die 50 plus is, is toch nog steeds een groep. Ik heb dit vaker in interviews met mensen die ICT-minded zijn aangehaald. Dat die mensen graag liever geld in hun zak willen hebben. Ze zijn niet echt zo dol om te passen. Ja. Laat staan om gebruik te maken van Unify5P of van Mopi. Met een blik werpend op die groep, de 50-plussers. In welk aspect denken jullie als organisatie dat jullie de wereld voor ze kunnen openen? Ja, kijk, helemaal met je eens. We zijn nog niet daar. Ik gaf al aan dat de digitale volwassenheid van onze bevolking nog niet op het niveau is om zulke dingen snel te adopteren. Maar we denken alvast aan een stukje awareness. Want vandaar die vrees, die angst, omdat mensen precies niet weten hoe dat ding werkt. Waarmee je rekening moet houden. Dus dat soort zaken moeten eerst goed zeg maar overgebracht worden, zodat je eigenlijk die mindshift gaat creëren. En dat gaat niet zomaar natuurlijk. Je gaat ook moeten kijken naar hoe moeilijk is je applicatie. Toch? Die huidige applicaties, ik ken er een paar, die hebben wat beperkingen, toch? Waarbij niet iedereen in staat is om zeg maar gebruik van te maken. En ik wil niet eens noemen dat je ook een heleboel mensen hebt die niet eens een bankrekening nog hebben. Er is nog een groep die dat nog niet heeft. Dus ook daar op dat gebied moeten we verandering gaan realiseren. En het is een kwestie van learning by doing, toch? En het doel hierachter ook is, of echt maar het motto hierachter is, leave no one behind. Dus in elke oplossing die je realiseert, bedenk dat even, leave no one behind. Zodat je het simpel kan maken en iedereen erop kan mee fietsen, om het maar zo te zeggen. En terugkomend op jullie nieuw bestuur, wie zit allemaal erin? Ja, we hebben zeg maar een vertegenwoordiger van Binance, dat is Ashley. We hebben Whitney de Rijp, die is van Datasuur. We hebben Brian Imanbach, die is directeur van Technofate. En we hebben Janine Bikari, zij werkt bij Infotrends. Dus het is wel een goed samengesteld bestuur, als je kijkt naar eigenlijk de gebieden waarin ze zelf werkzaam zijn. En ja, ik verwacht dat we heel erg gedreven en gemotiveerd de komende 2 jaar tegemoet gaan. Als ik me niet vergis, zat je ook al in het vorige bestuur, ook als een van de bestuursleden. Als je een terugblik mag werpen, toen je zat in het vorige bestuur, nu ben je de voorzitter van het bestuur. Ben je zelfs tevreden met jullie zittingsjaar van het vorige bestuur? Ja, meer dan tevreden. We hebben in principe een realisatie van 80% gehad van onze doelen, die we vanaf het begin hadden aangegeven. Er zijn een aantal zaken waarop ik heel trots ben natuurlijk. We hebben meegewerkt aan de National Digital Strategy. Er is een Vision 2030 Taskforce opgericht. Dus we hebben echt de draagvlak ook vanuit de overheid om te werken aan de plannen die we hebben opgesteld. Dus ik ben zeer tevreden, maar aan de andere kant zeg ik ook dat het bestuur de lat heel erg hoog heeft gelegd voor ons. Dus voor ons een leuke uitdaging om dat te gaan verbeteren. Ja. Hebben jullie partners op het oog als nieuw bestuur, waarmee jullie de ideeën die je daarnet opnoemde, toch nog, laten we het houden op 90%, we gaan niet helemaal naar 100, om 90% van jullie doelen voor deze 2 jaren te kunnen behalen? Ja, er zijn sowieso wat key stakeholders. Een van ze is IGOV. We hebben ook de ASFA, ook de VSB. Ook met die organisaties zijn we in contact om te kijken hoe we samen de ICT-ontwikkeling in Suriname kunnen zeg maar vergroten. Dus dat een specifieke groei doormaakt. Maar ook hoe we ICT kunnen inzetten in andere sectoren. Want dat is ook belangrijk. Niet alleen die ICT-ontwikkeling is belangrijk, maar ook hoe ga je die ontwikkeling gebruiken om ervoor te zorgen dat je op andere gebieden en in andere sectoren ook nog die groei kan creëren. Dus die samenwerking is nodig, toch? En dat is eigenlijk een van onze grootste doelen of activiteiten om te komen tot waar we willen zijn. Is het aangaan van strategische partnerschappen, toch? Om te realiseren wat we willen. Tot slot, meneer Pinas. Welk advies heeft u als nieuwe voorzitter vanuit de associatie naar de rest van de samenleving? Vooral de huiverige
vooral het huiverige deel van de samenleving die het ICT gebeuren nog niet volledig vertrouwt? Ja, eigenlijk een open mindset. Verandering doet in veel gevallen pijn. Pijn en soms is het angst omdat je niet weet wat je tegemoet gaat. Wat ik vaak doe is kijken hoe andere landen het gedaan hebben. En dan kan je leren uit die momenten, uit de fouten, uit de uitdagingen die ze hebben meegemaakt, om dat te gaan overwinnen. Maar het is vooral een open mindset. En probeer, zeg niet vanaf het begin, nee, dit is niet iets voor mij. Probeer en kijk wat voor benefits het voor jou heeft. En dan denk ik dat je makkelijk over de streep gaat komen indien je dat doet. Meneer Pinaas, heel hartelijk dank voor de informatie en succes met uw nieuw bestuur. En wij van ATV zullen u bijgevolgd. Dank je wel. Dat was mijn collega Sifra Goudland. Ze heeft in het tweede deel gesproken met de voorzitter van het nieuw bestuur van de ICT-associatie. In het eerste deel sprak ik met de heer Ivan Kedogum over de Anansi-verhalen. Ik geloof dat u er wat aan heeft gehad, dus zien we u volgende week heel graag terug bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben Aranza Swedo, bedankt voor het kijken.